Van 6 tot en met 9 november werd het Easter Neighbors Filmfestival georganiseerd in het Louis Hardlopercomplex te Utrecht. Het team van Easter Neighbors bestaat uit immigranten, vluchtelingen en studenten uit deze regionen. Ovi drugi su iz Libanona. Het initiatief ligt al jaren zeg maar, in onze hoofden, maar realisatie moest even op zich wachten. En nu hebben we besloten, ja, we moeten gewoon voor gaan. De kosten van alles, we gaan voor. En in maart 2008 zijn we echt actief mee gestart. Ben jij actief ook bij organisaties? Nee. Ja, je moest eens weten hoe potjandori. Ik heb er slapeloze nachten van gehad en dat is geen grapje. Wij als team geloven dat we het Nederlandse publiek de essentie kunnen laten zien van Oost-Europese kunst en cultuur die de hype overstijgt. Easter Neighbors Film Festival has many reasons of existence. First of all, I think that it's very interesting for the Dutch audience to see films from Eastern Europe, from those countries that we know so little about, like Albania or Moldova, Belarus, even countries that we know a little bit more about through cinema, like Romania, because Romanian cinema became very famous in the last 5 years. But still, we really don't know how common folk lives there and what are the preoccupations, how people think. And cinema of today really expresses these stories. Nou, we proberen ook andere kanten te laten zien dat het geen hype is. Dat we hebben het dus echt over serieuze dingen. Niet alleen over muziek die leuk is om te swingen. Maar daarnaast zijn er echt qua thematiek inhoudelijke dus belangrijke zaken. Die we kunnen zeg maar aan Nederlanders laten zien via de films. Eastern European cinema was always strong and different. And inspiring. So I believe that the Dutch audience can find something for themselves in these strong stories, but at the same time done in a poetic way and with a lot of black humor, with self-irony, with a kind of magic realism, but a very real author's cinema. So these stories are not only powerful for the content, for this either political or social analysis, but also for the cinematic beauty that they have. In some of films we really follow so-called aesthetics of mud, ugliness, heaviness and the poetry of pain. Maar ik denk dat het voornamelijk goed is om andere soorten cinema te zien die hier vaak de arthouse bioscopen niet halen. Want er worden ontzettend veel mooie films gemaakt. Die, omdat er zo'n grote selectie is, dat je niet alles altijd maar even kan zien. En dan worden maar de mainstream films worden gepakt. En dan wordt alles uit Frankrijk en Amerika. Zo, en dat komt dan in de arthouse bioscoop hier in Nederland. Want films zijn sterk, die zijn goed. En die hebben we dus dankzij Radar 6 ook hier gehaald. Want zij is verbonden aan ITFA, de Rotterdam Film Festival. En dan kun je echt de beste verwachten. Dus de beste hebben we gekregen. One of our chapters at the festival is also forbidden films. Because Eastern European cinema for decades suffered of very strong censorship, very severe censorship in many, many countries like Soviet Union, Hungary, Poland, former Yugoslavia, Albania, and so on. Censorship was really very strong. And now we are bringing one film, Plastic Jesus by Lazar Stojanovic. So that was the diploma film by at that time a young director who was put in jail just for making this film. So he was 3 years in Yugoslavia in jail just for the fact that he made this film that the Communist Party didn't like at the time. So in Yugoslavia you had many films being forbidden, delayed for 10 years, 20 years, 30 years, but never that director was prosecuted. So that was the only case. We hebben dus ook een preview gehad in Amsterdam, waarbij regisseur aanwezig was geweest. En dat was echt indrukwekkend, ook om zo iemand te ontmoeten en dat mee te maken. Ja, ze zijn die die moet deze film. Hoeveel kilo heb je aan hem? 18 kilo.
Dobro, znate, imamo mi tu, postoje nosioci spomenice, pa nosioci ordena Rade III. Pa eto, Denis je nosilac filma plastični. U ostalom, znate, mi bismo rekli imate noseću ulogu. Da. A to je ono kao, glavni si zato što imaš najveću glavu. Okay, Eastern Neighbors Film Festival is a project of Foundation Cultural Aid, and it's taking place 6 to 9 November in Utrecht, Louis Hartlober Complex. And this is our preview with the presence of Mr. Stojanović and presenting Plastic Jesus and short movie. And this is a preview of what you can expect during our festival in Utrecht. Although it is inevitable to speak about politics when we speak about this film, I think it would be good to start this conversation first about cinematographical side and cinematographical elements of this film. That's good. Hopefully, actually, the political elements have changed their dramatic aspects in the meantime. Basically, most of the things which is quite normal to see and to discuss nowadays were considered abominable and couldn't be shown these days. Like you couldn't show Hitler, Stalin, you couldn't mention Mao Zedong unfavorably, you couldn't show Chetniks and Ustashas. Pornography, meaning nakedness, was considered kind of a no-no. And people couldn't even think about homosexuality, for instance. So all these things, which are nowadays more or less normal, in these times were kind of highly provocative. We have also a film from Belarus, from country that also we know little about, and there is almost no cinema that we know from Belarus. Now we are bringing a film, Kalinowski Square, by Yuri Hachevatsky, one very brave director who was beaten up by police, and his previous films, rushes were taken from editing table and forbidden. So this film was actually smuggled out from the country, and post-production was done in Estonia for the first time to the Netherlands, like film Tomorrow Morning, or the film Magic Eye from Albania, and some other. So I think that Eastern Neighbors is making small steps, beginner steps, but it will go further and further, I think, and that we are on the right path. Voor vierdaagse film, filmfestival met 34 titels. Dus speelfilms, korte films, documentaires. Welkom, 6 november. Het is de eerste edition van Eastern Neighbors Film Festival. Please, everybody, now we are moving to the following section. And this is the screening in the sound number one. So please, everybody, slowly. Vanavond ben ik Master of Ceremony. En eigenlijk is het een soort van productieleider, zorgen voor dat alles goed loopt. Dat mensen weten waar ze terecht moeten, dat het programma goed loopt. En dat ik de gastlijst een beetje in de gaten hou. Goedenavond, dames en heren. Vanavond wij willen praten in het Engels, want we hebben
een groep van internationale gasten. Welcome to Eastern Neighbors Film Festival. This festival came into being as an idea to present films from Eastern European countries, from these countries that are not yet part of EU. Film that we are going to see tonight, it's a film that already has won several awards. It was premiered at Locarno Film Festival and it won main prize there, Golden Lion. After that the film won main award at Sarajevo Film Festival, Heart of Sarajevo. It's a film, first film of Andrea Štaka. Very interesting film that does bring this East and West together. We also have a short film before that. It's a film by Sheila Kamerić and Timur Makarević. It's a film from Bosnia that was premiered in Venice last year. Film called What Do I Know? But before that, ladies and gentlemen, I have a great pleasure to present to you our special guest who came from Belgrade just to be with us tonight, actress who was, who is diva of Yugoslavian cinema, Mirjana Karanović. En dat is voor ons echt een hele grote inderdaad prestatie om, om haar hier naartoe te halen, absoluut. Want dat is echt een diva van Oost-Europese zeg maar, cinematografie. Een indrukwekkende film, en dat heb ik altijd als ik films kijk over de Balkan. Het gaat altijd over enorm over familiebanden, over verlies, over angst in dit geval. Waarom angst je zo op slot brengt en hoe je jezelf daarvan moet bevrijden. En dat hebben ze een heel ingenieus, heel goed scripttechnisch hebben ze dat, is ze dat lukt te vertellen. Super, super. Ik moet eerlijk bekennen, ik weet niet of dit vanuit de gemeente gesteund wordt of dat het echt een initiatief is van mensen zelf. Maar ik vind het super. Het zou vaker moeten. Meerdere keren per jaar. Ja, mijn hart klopt wel lekker hard als ik dit soort films zie. Dan denk ik, oh, het mag bij mij wel pompeus zijn. Het mag voor mij ook wel drama hebben. En ook duidelijk. En af en toe ook wel symbolisch. En af en toe mag het ook wel een beetje poëtisch zijn. En dan hoeft de realiteit niet altijd door middel van relativering aan mij worden uitgelegd. We hebben openingsavond en die gaat plaatsvinden in Raasa. Met een hele grote act van Timo Spar en Freedom Fries. We hebben DJ Tommy van Balkan Beats. En we hebben DJ Collective Kaku Dané. En we hebben She Derwish. En dat is een geweldige act. Dat is een van de weinige Derwish vrouwen, zeg maar, die dat doen. En dat is een hele mooie performance. Tijdens het hele filmfestival krijgt Macedonië speciale aandacht. Dutch Film Days, die speciaal georganiseerd is door de Nederlandse ambassade in Skopje. En wij hebben ook een aantal gasten uit Nederland uitgenodigd om in Macedonië te komen en promotie te doen. Wij hebben vier lange speelfilms gaan vertonen en twee korte films uit Macedonië. I'm really very proud that we have this year Macedonia in focus, country that brings new directors, fresh cinema to the scene, but yet is not somehow so much recognized, especially not in the Netherlands.
vanavond hebben we dus ook aanwezigheid van de Macedonische ambassadrice. En zondag zullen we dus ook ambassadeur van Albanië op onze festival krijgen. Dus al in al is een hele interessante, zeg maar, groep mensen uit verschillende landen. En die we bij elkaar hebben gebracht. A lot for the filmmakers and actors from all around the world. I wouldn't take too much about that. I would just take express my gratitude to Film Fonds and Ministry of Culture for allowing this presentation and this cocktail here. And I can invite our ambassador, Mishpesa Yusufi, to say a couple of words about what is Macedonia doing here in Holland. Good afternoon to everybody. So thank you to all of you for coming here and being interested in what's going on in this festival, especially that part of it is dedicated to Macedonia. And I would like to thank to everybody who was involved in this project and made this very interesting, produced this very interesting event, and also give the opportunity to Macedonia and to Macedonian film productions to show themselves. En zijn speciale mensen uitgenodigd uit Macedonië om hier te zijn als gasten. En doen we gewoon promotie van Macedonische Ministerie van Cultuur en Filmfonds Macedonië. En willen we gewoon die Nederlandse producenten, filmmakers, acteurs bekendmaken met de mogelijkheden die land biedt voor verder samenwerking. I believe that Macedonia, by its political position and geostrategic position on the Balkans, and these fresh views coming in the cinema, is something that will be of interest of the Dutch audience. Die samenwerking echt te versterken tussen die twee landen in die filmgebied. Dat is de bedoeling. Dus qua cultuur het is wel genoeg uitwisseling tussen deze twee landen, maar kan altijd nog beter zijn. Het Eastern Neighbors Film Festival heeft eveneens een debat georganiseerd om de kennis van de mensen hier over Albanië te vergroten. Met excellentie van ambassadeur van Albanië en docent strafrecht uit van de Universiteit Utrecht Riedler Becci. En ook Albana Pressa, als ik me niet vergis, van Press Now. Dus die gaan aan drie punten, zeg maar, behandelen. Tijd van dictatuur van Enver Hoxha. En dan transitieperiode en nu het eruit ziet. The chief of the party of the state was Enver Hoxha, who reigned with an iron fist. Enver Hoxha was the most fanatic pupil of the Soviet chief Stalin. But unlike his idol, he is said not to have been utterly cruel. Some even thought him charming. The thousands of victims of his regime hardly thought so. I think this is what happened to Albania as well, that it was somehow bad luck that at the end of the Second World War, Albania found itself on the wrong side of the division. A lot of what happened was based on ideology that was imposed on Albania. And the main feature of this system was class struggle and isolation. In my understanding. And one thing about the communism and about what's happening in Albania now and what always happens to Albania, I hear many people saying that, well, we had bad luck to be on the wrong side of the wall. I don't know about that, if we had bad luck. And I don't know, also, I tend not to agree with the ambassador about that we had bad luck. I mean, we had some leaders who decided something, but there are, I mean, it's people who, you know, give them the power. This is not what happened in Albania in the beginning 90s.
but 97 came and things like this happened. So in a way it confirmed that yes, these things happen in Albania. So I do not exclude the possibility that a VIP TV in Albania did manipulated media to bring the idea that the country was on the verge of a civil war and where the country was divided between north and south. But so when the movie hurts, it means that I take it personally. Dit is misschien een goede leerschool en we zullen waarschijnlijk dan conclusies moeten trekken van oké, is dit iets wat volgend jaar beter kan, afhankelijk van de resultaten. Dus ik hoop dat we wel geslaagd zal zijn. Voor mij persoonlijk gaat het niet om financieel zeg maar of aantal bezoekers, maar wat ik zeg dat het ook met 50% bezetting, dat het een goede sfeer is, dat een zeg maar respect en waardering zeg maar wordt geuit en dan zal ik blij zijn. En dan zal ik ook motivatie hebben voor volgende jaar van oké, we gaan het beter doen.